We hebben hier op Xenertreinen een meet and greet voor hele mooie nieuwbouwappartementen en woningen. Het is ook super duurzaam, hè? Dat is natuurlijk ook nog iets wat je hebt: energiezuinige, neutrale woningen. Het is super duurzaam. Food speelt een belangrijke rol, hè? Je kan bij wijze van je eigen fruit gaan plukken van de gevels. We hebben een autoluwe collectieve binnentuin waar gewoon kinderen vrij uit kunnen spelen. En dus met z'n allen ook een buurtbarbecue kunnen halen. Volgens mij is dat waar het om gaat in de Veluwse Proeftuin. Als je hier gaat wonen, nou, dat gebied wat net aan de andere kant van dat sporttoestel ligt, zou ik maar zeggen, dat was gewoon een sportveld. Dus als je gaat wonen op een plaats waar een heleboel militairen een heleboel zweetdruppels hebben laten vallen, door alle rondjes die ze moesten hardlopen, met voetballen en dergelijke wat ze deden, handgranaatwerpen werd daar gedaan. Die zijn allemaal geruimd hoor, dus daar heb je geen last meer van.